Er heeft een diertje door de sneeuw gelopen. De sporen zijn er nog, maar het diertje is weg. Willem Gerson gaat door zijn knieën, krakend als opwindspeelgoed. Zijn wijsvinger volgt een afdruk in de vorm van een drietand. Welke diersoorten zijn er ook weer op dit eiland losgelaten? Geen idee. Hij heeft ooit de prospectus bekeken, een gelikte virtual reality presentatie. Maar fauna had hij niet essentieel geacht, een bonusfeature. Een tijdje blijft hij op zijn hurken zitten. De sneeuw is donzig, bijna warm. Er zit een hint van as en bloed in. Hij bestudeert kort zijn eigen hand. De gezwollen aderen, een enkele levervlek, de grijze haartjes. In zijn luchtwegen het prikken van metaal. Het zal wel een vogel zijn, denkt hij, zijn aandacht weer bij het spoor. Geen vuur- of wintertalling, iets exotisch. Niet dat hij vogels uit elkaar kan houden, god nee, dat kon hij vroeger niet eens, toen hij met meisjes bier dronk in Hollandse duinen en de tijd nog niet op zijn schouders stikte. Er strijkt licht over het lakenwit van het gazon. Hij kijkt om, betrapt. De villa, vol jaren 30, rieten dak, houten veranda, uitbouw met binnenzwembad, komt raam voor raam tot leven. Het is de enige woning die vanaf hier te zien is. Heuvels, duinen en bomen beperken het blikveld, conform zijn wensen. Een paar kilometer verderop splijt een kunstmatige berg de te lage hemel.